Ik speelde die pot speelde ik tegen Aaron en die had precies hetzelfde. Die had echt 4 of 5 schoten op doel. Misschien ja. Niet dat ik veel kans had, maar bij hem vloog alles erin. Precies dat. Ja, nou, ik had met Joep echt een zaadwedstrijd van heb ik jou daar. Daar hebben we volgens mij in totaal 3 schoten op doel gehad of zo. Ja, we spelen mijn stadion. Ja, maar bij mij is alles roze. Dus mogen de beste mensen. Ja, succes. Jij staat tweede geloof ik, hè? Ja, op het moment sta ik tweede, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, zoals al gezegd, de punten zijn te koop. Dus ik ben de moeilijkste niet. Ook de moeilijkste tegenstander niet. Ja, precies. Oh, een kleine hapering. Ja, ach. Ik merk het inderdaad wel een beetje, maar het... Heel licht inderdaad, ik heb het zelf ook wel. Ja, ik had het nu met Gomez. Ik wist niet dat ik hem al bestuurde. Maar dat maakt niet over uit. Goed, secuur afgemaakt. Jezus. Oké. Okay. Dus jij stuurde hem diep, denk ik, met L1, of niet? Nee. Ik deed helemaal niks. Dat is met R1 trouwens ook. Oké, maar want er loopt gewoon niemand. Oké, die mag een keeper ook hebben hoor. Maar er loopt ook niemand ook maar een klein beetje mee. Als voetballer wordt je gewoon geleerd dat je niet achteruit moet lopen. Oh, ik heb mezelf altijd al aangeleerd om alleen maar achteruit te lopen. Oh ja, kijk, nu doe ik het zelf ook. Dus ik even niet op te letten. Oh, dat is een geweldige redding van mijn keeper. Ja, die had hem. Dat is eigenlijk het enige wat ik goed kan op FIFA verdedigen. Ja, nou ja, op zich over het algemeen gaat het bij mij ook wel. Maar dit is. Oh, het is trouwens wel alleen, denk ik. Oh. Jong. Oh. ik heb er nu 2 Koreanen voor ingezet. Dubbel zoveel plezier. En op papier zouden ze niet moeten kunnen schieten. Oh, oké. Oh. Ik ben er alweer helemaal klaar mee, ja. Wie wil hem hebben, jongens? Wat de fuck is dit, jongen? Dit is zo. Ja, ik merk het oprecht. Dat niet, hè? Nee, maar dat maakt niet uit. Wat een rare. Ik vind het een rare wedstrijd tot nu toe, maar. Ja, maar op zich, ja. Niet het volledig terecht dat je voor staat, weet je wel. Maar het lukt mij echt niet om een bal normaal weg te leggen voorin. Die voetballers die ik heb. Zoals die Wang Hee-chan, geweldig naar dat het is. In principe kan hij ook niet voetballen, dus het is ook heel logisch dat dat niet lukt. Nee, oké, dat is logisch, maar ik bedoel, zeg maar, dus... Zullen we maken, zeg? Ja, dat is altijd zo. Helaas. Oh. Nou. Sta je dan? Ja. Die viel er net tussen, hè? Ja, die viel er net. Nee, jongen. Oeh, was een fake shot, of niet? Ja. Oh, lekker balletje aan langs. Ja. Dan valt hij nog niet ook. Ja, en ik word van een paar keer geswitcht, ja. Oh. Oeh, oké, hij pakt er nog. Mag erin. Goeie draai, mooie goal. Oh. Weer een redding. Tering. Ja, je zegt het al. Goeie goal, ja. Je zet je keeper neer. Maar dit is niet te veel. Hier is niks meer tegen te doen. Dat is zo zuur. Ik weet niet, ja, je kan het net niet zien. We moeten exploiteren, als je toch hebt wat ik bedoel. Ach. Oh. Ik dacht dat hij niet op de lijst. Kijk, ook bij het team staat. Ja, ik... Wat moet ik hiermee, joh? We staan allemaal buiten spel. Ik kan gewoon niemand bereiken. Dat heb ik echt nog nooit gezien, ouwe. Ik ga stuk. Ah, ik kan gewoon bijna geen kans creëren. Hallo? Oh.
Oh, de bal pakken. Nee. Goeie tackle. Nou, gefeliciteerd man. Het was een best wel zware pot hoor, oprecht. Ja, nou ja, het verdedigen over het algemeen gaat ook best wel oké. Maar het is gewoon van dit soort momentjes dat hij... ja, als het spel het bij me overneemt, dan weet ik, dan ga ik er helemaal niks meer aan kunnen doen. Maar ja, uiteindelijk, weet je hebt ook meer... Ik heb twee keer geschoten of zo, weet je wel. Dus ja, drie keer.